Het zijn ineens weer die brandwerende deuren op midden op de gang. We hebben vorige week natuurlijk brand gehad, dus het werd net alweer een soort van fire alarm getest. Dave is vandaag lekker vrij, het is maandag. Wat gaan we eigenlijk doen, schat? We gaan nu dus even wandelen, kimchi uitlaten en gaan we nog naar Busan. Ik denk het wel. Ja, waarschijnlijk gaan we met Vicky en Lucas naar het strand en misschien gaan Natasha en Jason ook mee. Maar Jason had een beetje pijn in zijn lichaam, dus die wist nog niet of hij meeging. Er is wel super veel smog vandaag. Smog is dus een soort van luchtvervuiling. En ik ben niet benieuwd of het in Busan niet erger is, omdat het nog een grotere stad is. Ja, dan kunnen we daar beter niet heen gaan, want het zou echt heel mooi weer worden. Maar er is dus smog gekomen, dus dat is iets minder. Ik ga maar even mijn mondkapje op doen. Zo, mondkapje op. Oh, hoor je dat? Fire alarm. Van de week was ik nog helemaal in paniek. Maybe there is a new fire. Nee. Zeker 12 uur. Zullen we koffie halen, schat? Ja, laat me opstaan. Dunkin' Donuts? Of ren je even naar binnen bij Starbucks? Dunkin' Donuts. Ik heb ook echt trek in donuts. There we go. Rio, kan je dat zeggen? There we go. Rio? Ik heb tegen jou, hè? Zeg maar, there we go. Yo, yo. Oké, lijkt erop. Wat wilde je? Ice Americano? Rio iets? Donutje. Donut? Nee, laat me. Nee, hè? Het is helemaal onder. Daar heeft papa helemaal gelijk in. Annyeong! Seo! Ik had wel trek gehad in een donutje. Maar goed, laten we het maar bij koffie houden. Dit wil je toch allemaal? Papa is even bij de vis aan het kijken, Rio. Papa? Ja. Aan. Nee, aan. Je bedoelt uit. Uit. Nee, we gaan straks naar het strand. Papa. Voor de mensen die Dave en mij wat langer kennen. Dave is natuurlijk gek op vissen. En er zwemmen hier echt mega grote vissen. Het is hier ook zout water. Papa, komen. Dus Dave is even in zijn element. Papa. Wat heb ik gedaan? Nu gaan we naar Busan toe. Ik sta nu te wachten voor deze winkel. Dave is eventjes vier hele gekke zonnebrillen aan het halen. Lucas en Vicky hebben geen zonnebril bij hun. Want we hadden ze even gebeld omdat de lucht zo fel is dat ze even een zonnebril moeten meenemen. Dus nu gaan wij die even halen. En ik wacht buiten met de twee ukkies. Dus even wachten. Ik ben benieuwd met wat Dave terugkomt. Show me what you got. Alles staat jou ook, hè? En welke heb je nog meer? En we hebben deze. Wow, zo lijkt je wel een drugsbaas. Huh? El patron? El patron. Pippi ook? Wow. Kijken. Mooi. Cool hoor. Box, box. Poef. Boxie. Boxie. Yeah. Heb ik mis? En we zijn weer onderweg. We hebben net eventjes, ik heb Lucas voor het eerst gezien. Dave zei al dat hij super aardig was. En dat kon ook niet anders, want Vicky was ook heel leuk. En we hebben ze de brillen gegeven. Ze vonden het heel fancy. En we zijn nu onderweg naar Busan. We gaan de smog tegemoet. Yay! Kom naar het strand, Piep. Yay!
that. Yeah. You, right? Yeah. Yippee. Yes. Woohoo. He stay on the table. Stay next. He's waiting until you do this. Huh? Yeah, yeah. It's like this. And then there. You go. He's searching, you know. Wie is dat? What do you have to do now? You have to hit the balloon. Wow, Pikachu! Gaat papa winnen, hè? Oh, more flip seven. Yellow or red? Kom op, schat. So with the blue one, you have to hit the blue one. So, but when I hit nothing, I get nothing. I paid $50. But how can you hit nothing, man? It's like... No, 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 you have to do the with the red one, you want the red one. That's crazy, huh? Whoa! But that's not normal. Where's the yellow? Wow! Very nice! Pik gewoon. Yeah! Oh boy! Yeah, pap applausje! Oh my god! And now? Now we take this. En die man kijkt niet eens. Okay. You only killed six. So long. This balloon stuff is for nothing. Yeah. Lekker. Louder? How old is he? Thank you very much. Hmm? Oeh, misschien mag je wel van papa proeven. Wauw. Dat is lief. Marco. Nou, we hebben een hele gezellige dag gehad, hè schat? Zeker weten. Het is echt een superleuke stijl, Lucas en Vicky. We zijn net nog eventjes naar het Grand Yosun geweest. Een hotel wat vrij nieuw is. En ze hadden een superleuke bar. We hebben een smoothie gegeten en, of gedronken. Ik dan en Dave een ijsje. Rio heeft even piano gespeeld. En die heeft zijn middagdutje overgeslagen. Ik hoop dat hij in de auto gaat slapen, maar dat zal niet. We zijn dus nu onderweg naar huis. Lekker. Ja. Jogging pak aan en lekker relaxen. Ze zijn helemaal gek geworden hier hoor. Ik dacht dat ik even kon relaxen een uurtje. Yeah. Afgelopen. Gisteren deed mijn camera het niet en vanochtend probeerde ik hem dus aan te doen. Lukt het ook niet, dus ik heb hem de hele dag op de lader gelaten. En even goed schoongemaakt en alles uit elkaar gehaald. En nu doet hij het gelukkig weer. Gisteren heb ik eigenlijk niks bijzonders gedaan. Ben ik naar HomePlus geweest met Vicky. Die heb ik alles laten zien. En vandaag zijn we naar de stad gelopen. En het was eigenlijk wel heel leuk om te filmen. Alleen ja, dat is dus niet gelukt. Ook ben ik wel heel blij dat dus gewoon nu de camera het weer doet. Ik heb een hele leuke nieuwe band voor Kimchi gekocht. Die zullen jullie straks wel zien. Kimchi, ja? Even een spijkerjasje voor Rio. En geurkaarsen. En het weekend is het dus Pasen. Dus dat wordt ook wel heel gezellig. Ga ik het ook een beetje hopelijk een beetje paasachtig inrichten hier. Of inrichten. Wat accessoires halen. Als ik die dus kan vinden. Voor de rest, voor de mensen van mijn leeftijd, zijn we dus de hele dag Fox Kids ook aan het kijken. Op YouTube. Dat is echt een beetje een... Ja, een beetje nostalgisch voor ons en schat. Wat zeg je nog? Fox Kids. Ja. Ja. Allemaal leuk om eens terug te kijken, toch? Ja, dus het zit er de hele dag te kijken. Verder heb ik net een soort van kip teriyaki gemaakt met rijst. Dat zit Riootje nu te eten en Dave heeft het al op. Zo te zien ligt zijn slabber hier op de grond. De vork. Ja, schat. Wauw. Mama. Ja. Ja, eruit, hè.
Normaal eten we aan tafel, maar ik had dus nog geen honger. Alleen Dave en Rio hebben gegeten. Ik kan het tot nu toe super goed vinden met Vicky. Ze is echt super leuk. Ja, en morgen heb ik dus weer afgesproken met Vicky en Natasha. Gaan we even naar Madang toe. Dat hebben we vandaag ook gedaan. Maar gelukkig kan ik dus morgen weer filmen. En ik denk dat ik zomaar even een bordje ga opscheppen voor mezelf. En ik ben echt super moe. Want we zijn gaan lopen naar de stad. En het is dus echt een uur. En ze vroeg aan mij, doe je dit elke dag? Nee, meestal doe ik dit gewoon één keer in het weekend. En ik kan ook een taxi pakken van 10 minuten. Maar ik zie het wel als een soort van workout. Even kijken wat we voor de rest deze week gaan doen. Ik ben eventjes met Rio gaan wandelen in het parkje. Thank you. Hoi jongen. Met Rio gaan wandelen in het park hier. Aan de andere kant wordt gebouwd, maar het is een super mooi parkje. Die heb ik jullie wel laten zien. Niet te groot. En ik was al vroeg op, dus ik was lekker met Rio aan de wandel. En ik heb zo meteen, daarom loop ik nu terug met Natasha en de kids. En Vicky en Carlo. Baby Carlo noemen Rio en ik hem. Het was eerst baby Rio, nu hebben we baby Carlo. En dan gaan we zo even lunchen bij Antica. Het Italiaantje hier. En ja, dat is nu wel heel gezellig nu we zo'n clubje hebben. En Natasha heeft Vicky nog niet ontmoet, dus dat is dan wel even leuk. Zoals jullie weten is Natasha dus nu verhuisd meer naar de seaside. Daar is echt helemaal niks te doen, behalve dus de zee. En daar baalt ze wel een beetje van, want ze moet nu dus overal de auto voor pakken. En ze moesten verhuizen, want ze moesten uit het appartement. En ze zijn hier nog maar 3 maanden, dus dan is het ook niet zo heel erg. Maar daarom zie ik Natasha gewoon nu eventjes iets minder. En ben ik wel blij dat ik haar nu dus even zie. En de kinderen kunnen niet wachten om elkaar weer te zien. Dus dat is wel leuk. Ik zag dus gisteren een India's restaurant. En ik had zoiets van ja, waarom niet een keertje proberen? Even iets anders. En Dave is daar niet zo van. Misschien dat ik Vicky kan overhalen, maar die is vegetarisch. Dus dat maakt het soms alweer iets moeilijker om ergens te eten. Vooral hier in Korea. Ik ga nu even hier de straat in wandelen, want dat is zo raar. Ik ben al 5 maanden weg geweest. En er is zoveel veranderd. Tentjes die erbij zijn gekomen, tenten die weg zijn. Dus ook voor mij is het een beetje een soort van opnieuw alles vinden hier. Ja, en ik zou graag een keertje een ander restaurant proberen. Ik ben daar wel van. Ik zeg ook tegen Dave van ja, nou dan eet je een keer niet zo lekker. Dat is toch ook niet erg. Misschien is het wel hartstikke lekker. We proberen het gewoon. Dus even kijken of we dat deze week kunnen doen. Vrolijk Pasen! Mijn camera is echt al een paar dagen stuk. Hij doet heel raar, gaat in en uit. En ik zit er eigenlijk op te wachten dat hij dat nu weer gaat doen. Ik heb hem nu een paar dagen dus niet gebruikt. En ik vond het zo jammer dat ik Pasen niet kon opnemen. Ook voor later, voor Rio natuurlijk. Dus ik dacht, ik probeer het nog even. En hij doet het dus nu. Dus fingers crossed. En ik hoop dat hij het gewoon blijft doen. Vandaag is Pasen bij Natasha. Het is zondag. En we gaan barbecuen. En dit is dus het weer. Ik merk dus dat ik heel snel ga praten. Omdat ik bang ben dat hij uitvalt. Maar we gaan dus met een hele groep barbecuen. Ze heeft wat mensen in haar gebouw uitgenodigd. En er is zelfs iemand die in een paashaaspak gaat. Dus ik ben echt super benieuwd. En morgen, maar dat is voor jullie dus volgende week, is het Pasen bij ons thuis. Dus ja, dat gaat super gezellig worden. Jason gaat dus buiten barbecuen. En ik denk dat Dave hem natuurlijk wel helpt. Maar in dit weer. En gelukkig is er een soort van kamer zit er aan vast. Een soort community room. Ja, waar we dus gebruik van kunnen maken. Dus wij kunnen gewoon lekker binnen zitten. Ja, dus we gaan nu
de deur uit. Ik ga nog even ergens een taart halen. Ik had gezegd van, is er iets wat ik klaar kan maken? Zij zei, nee, jij doet vandaag niks. Dus dat is op zich wel fijn. Maar dan wil ik toch niet met lege handen komen. Ja. Ben jij klaar voor Pasen? Mm. Hiepe de piep? Mm. Ben je klaar voor Pasen? Mm. Zo versta ik je niet, hè? Nee. Ben jij klaar voor Pasen? Nou, dat was dus niet de reactie wie ik had gehoopt. Zo, we hebben dus net twee taarten gekocht voor de barbecue. Een kindertaart, een hele lekkere aardbeientaart. Ik ben met Vicky. Are you afraid of the Easter Bunny? No. No? You, Ava? No. He's very kind. I heard he has lots of chocolates. Where's the Easter Bunny? But you don't like chocolate, Destin, do you? Yes. You do? I think you're very excited, Ava. Are you? Come see our bedroom. Rio! Your friends. Yay. Yay. Hi. And here is the master chef of today. We gaan nu naar boven. Want hierboven is de gezamenlijke ruimte. En dan komen alle buren en... Is er dus een paashuis? Ga je zwaaien. Wil je de paashuis een handje geven? Kom. Kom. Come on, give the Easter bunny. No? Zo'n handje geven? Aan de paashuis? He's a little scared. Ja. Leuk is die, hè? We hebben hier jeden Tag in Deutschland momentan so 16.000 bis 20.000 Fälle. Ja, ja, das ist Wahnsinn. Korea hat insgesamt unter 10.000. Wie viel? I think I want to know what it is. How is everything? Going good. Right here. Hi. You're like a real chef with the. I know, with my detail. Apaka. Even like the swimming pool, or the swimming, I think it's good. Yeah, it is. Leo. Kom hier. Die pakken voor jou. Wauw. De bunny. Ga maar erin doen. Zo, kijk daar Rio. Zo. Ja. Hier erin. Rio. Kom maar erin. Goed zo. You guys have a new babysitter. Yes. Yeah, yeah, yeah. You like it? You like it? Now he has it. Wat gebeurt er, Rio? Wow, kijk, ik kan step hem op. Yeah. Good, my friend. Very good, Rio. Yeah. Wow. But when he wakes up, you know, Yeah, they're real flowers, but edible flowers. I'm not. But you can have it. Rio, will you yum yum? No, no. Look, let's go inside. Look,
Yum yum. Yum yum. What would you like, honey? Go for them. This one, the lemon slice. Whoa. Yum yum. Yummy. Yummy. Dat was het voor deze week. We hebben gisteren echt een super gezellige Pasen gehad. Wel echt mega druk met alle kinderen en nieuwe mensen die we hadden ontmoet. En al het georganiseerd. Maar goed, het was wel heel gezellig. Ik ben er nog moe van.